Proficiat voor deze overwinning en een beetje een onverwachte overwinning, denk ik toch voor jou, hè? Ja, het was lang geleden dat ik nog eens had kunnen winnen. Dat was van bij de belofte geleden. Een paar ereplekken, maar het is lang geleden dat ik nog eens had gewonnen, ja. Hoe is de koers voor jou verlopen? Niet makkelijk, denk ik, hè? Vanaf de tweede ronde zijn we dan weggereden met die 15. Dat was relatief gemakkelijk. Dat waren we opeens met 40 man. Dat was, ja, een beetje pokeren. Totdat die 4-5 wegreden, net voor bij het ingaan van de laatste ronde. Dan wist ik dat dat de sterkere mannen waren. Dan ben ik als laatste nog één kunnen rijden op de steile klim. Vanaf dan was het echt afzien. Uiteindelijk heb ik wat gepokerd en alles of niks gespeeld op de brug. En het is gelukt. Van wie had je de meeste angst? Van Vince Gerrits? Niet echt angst, nee. Gianni Vermeers of Rutger Wouters, die hield ik wel in het oog. Oké, wat brengt de toekomst voor jou? Volgende week zaterdag Veenendaal Classic, dan zondag de Poort Epic, de Balwaze Belgium Tour, ja, nog een hele hoop tv-koersen. Ben je al echt op je piek? Ik heb redelijk toegewerkt naar deze periode, omdat er nu heel veel koersen aankomen, dus ik hoop nog ietsje beter te kunnen worden. Oké, succes in de toekomst en proficiat. Dank u wel.